Dames en heren, van harte goedemiddag. We zijn in Vero Beach. Aanwezig is hier alleen Surinamers. Ik heb één man. Half en half. De naam Roy Balgobin. Half en half. Dan heb je meneer Plom uit Kommerwijnen, die rechtstreeks is gekomen gisteren nog erbij. Dan heb je meneer Pierre. En meneer Pinto. Dan heb je Pinto die bezig is met de reportage. Dan heb je Gokul hier vlak voor me, kijk hier. En dan heb je meneer Durbali daar achterop. Kijk meneer Durbali. En daar heb je meneer Terry. Dat is meneer Terry. Hij heeft ons gebracht naar die leek. En kijk wat meneer Terry heeft laten vangen. Dit is een kolossale, godverdomme kolossale. Haal hem hier weg. Kolossale, grande, Hansa, Fotomanta, Kwikwi. Meneer Terry heeft gezegd, if you put one pond to Alu, they bought one of the biggie Kwikwi. Ayerika familie en yang. Lukuja. En hier gooit Plom in. Dit is meneer Plom. Kijk dit goed naar hem. Dit is onze boot. Daar heb je nog een paar andere vissers. Daar achterop is het leek. Attentie, dames en heren. Geweldig. En deze man is Mr. Papoman. Yes, sir. Mr. Papoman is een ex-major of the U.S. Army. There you go. Deze man is een vet. I'm there, Uncle Teddy fishing to me anytime he wants to go. En deze man is een heel goede man. Geboren in Guyana, Rossi Knol. Maar hij is hier voor meer dan 30 jaar. And you know my nephew? The guy that ate heat too bad. Yeah, me know the man. Cause me a half-half. He said the man make the best fried rice. I was born in Barbies and grew up in Nigeria. So me a half-half. Yeah, half-half. You understand? Mustn't tell people that. Clara I mean, I tell nobody me a Guyanese too, you know? And let me tell you. He called him Clara Pola. Okay, dan me zei, ik ga die video niet stoppen, want die jongens zijn in Barat. En vanavond moeten we met meneer Terry gaan zingen, want deze man is een grote zanger hier in Florida, godverdomme. Dan gaan we vanavond zingen. Dus dat ding gaat gewoon door. Thank you.